Nog even snel iets kopen voor het heerlijke Sinterklaasavondje. Veel mensen doen dat in Leiden, maar niet te veel. Uiteindelijk hoeft de gemeente geen extra maatregelen te nemen om de drukte te beperken. Vorige week was het drukker inderdaad, vorig weekend. Tenminste tot nu toe. En ik denk inderdaad dat de mensen hun verantwoordelijkheid genomen hebben en niet allemaal tegelijkertijd op de zaterdagmiddag zijn gekomen. Het was de afgelopen dagen ietsje drukker, dus ik denk dat de mensen zich verspreid hebben een beetje over de week. Dus ja, daar ben ik trots op dat de mensen dat gedaan hebben. Ik moet zeggen dat het allemaal gereguleerd druk is. We waren natuurlijk allemaal bang dat het in één hoos binnen zou komen, maar gelukkig de mensen zijn in Leiden verstandig genoeg om te bedenken dat als het wat drukker in de winkel is, dat ze ook voor de deur even wachten. Om te zorgen dat andere mensen ook de gelegenheid hebben om rustig te kunnen winkelen. Dus daar ben ik wel blij mee. In Leiden is het beperken van de bezoekersstromen in het centrum een pittige klus, omdat het een van de dichtst bebouwde steden van Nederland is. Het belangrijkste is eigenlijk dat wij op een aantal plekken een soort inrichtingsverkeer hebben ingevoerd. En als het onvoldoende, dat is vooral voor die plekken, dat het op die plekken niet te druk wordt. En als het echt te druk wordt, dan gaan we op verschillende plekken, bijvoorbeeld hier of bij de Lange Mare, gaan wij de toegang doseren. Dus zetten we hem eventjes dicht, zodat er geen nieuwe mensen meer in kunnen. Totdat het weer een beetje gedaald is, het aantal mensen, dan gaat hij weer open. Dus we sluiten niet het hele gebied af. We gaan ook geen winkels eerder dicht doen. Heeft ook geen zin als de piek op tussen 2 en 3 zit. Dus dan doen we dat op deze manier. Komen er wel genoeg mensen om een beetje omzet te draaien? Blijft dat wel genoeg doorgaan? Ja, natuurlijk. Het hele jaar is een stuk minder dan vorig jaar. Maar de mensen komen wel. Je ziet nu dat het verspreid wordt. He, daar waar het vlak voor de Sinterklaas heel erg druk is, en met de Sinterklaasdag, is het nu al veel eerder begonnen. En het gaat ook nog even door, want de kerst komt er ook nog aan. Wij moeten dit volhouden, iedere week, om te voorkomen dat het op een dag zo druk wordt dat we ons er zelf niet meer lekker bij voelen. Dat kan dus niet. Niemand is erbij gebaat dat het zo druk wordt dat de kans op besmettingen begint toe te nemen. Dat moeten we niet hebben. Op de manier zoals wij dat nu hebben georganiseerd, houden we het net onder controle en dat is goed.